korte maar felle brand gistermiddag heeft de mobiele telecommunicatiesite van Telesuur bij Berlijn vernietigd. Vanwege de schade aan de mobiele infrastructuur te Berlijn is de dienstverlening in dat gebied onderbroken, waardoor er stremming optreedt in het mobiele dataverkeer. Telesuur biedt zijn verontschuldigingen aan en vraagt alle klanten hiermee rekening te houden. Zo staat het in een vandaag uitgegeven persverklaring van Telesuur. Volgens waarnemend directeur Mike Antonius heeft onderzoek door Telesuur uitgewezen dat de apparatuur in de site gistermiddag tegen 5 uur is uitgevallen. Na 5 uur kwam er vervolgens rook uit de ventilator aan de voorkant van het gebouw. Telesuur concludeert daarom dat de brand het gevolg was van kortsluiting en dat er geen sporen zijn gevonden van sabotage. De politie, die ook haar eigen onderzoek heeft verricht, heeft de site vanmiddag rond 2 uur vrijgegeven. Technici van Telesuur werken thans met man en macht eraan om de mobiele telecommunicatie in het gebied van Berlijn weer te herstellen. Waarnemend directeur Antonius verwacht dat reeds morgen mobiel bellen in die omgeving mogelijk zal zijn. De schade aan de mobiele telecommunicatiesite loopt in de duizenden Amerikaanse dollars.